Ik ben Esther Esser. Ik werk bij de gemeente Almere bij de dienst Stadsbeheer. En de afdeling waar ik werk verzorgt onder andere de aansprakelijkstellingen, de planning en controle, dus de financiën en ook de klachtencoördinatie. Onze hoofdtaken zijn om degene die schade berokkenen aan eigendommen van de gemeente in de openbare ruimte, om die aansprakelijk te stellen voor de schade. In de praktijk komen we heel vaak tegen dat er bomen worden aangereden of beschadigd. Of dat mensen zelf denken van nou, die boom die wordt me te hoog, die geeft te veel schaduw, ik ga hem snoeien. Maar die bomen zijn eigendom van de gemeente. En die bomen, dat beseffen mensen denk ik niet, sommige zijn heel duur. Die kosten worden wel verhaald, want een groenopzichter of een toezichthouder, die weet wel zo'n beetje wie wat gedaan heeft. Die zal ook zeker aanbellen. En als er bewijs wordt gevonden, dan ligt er wel een rekening van 8000 in de bus. We zijn nu in de Hamsterstraat en hier hebben we een melding gekregen van een toezichthouder. Die heeft gehoord dat een aantal jongens door de politie zijn opgepakt omdat ze brand hebben gesticht. Het kan best zijn dat deze planten het overleven en dat er verder hier niets hoeft te gebeuren en dat de tijd het uitmaakt. Maar het kan ook zo zijn dat deze beplanting vervangen moet worden. En dan komen ze natuurlijk wel voor kosten te staan, want dan hebben ze echt schade veroorzaakt en die zullen we zeker verhalen. Bij aansprakelijkstellingen werken we met z'n viertjes. We hebben een verwerende kant en een eisende kant. De verwerende kant is wanneer burgers of bedrijven de gemeente aansprakelijk stellen voor schade die ze hebben opgelopen. Ik werk aan de eisende kant en ik stel mensen aansprakelijk die de gemeente schade hebben berokkend. Nou, dat kan van alles zijn. Het kunnen aannemers zijn die onderhoudswerkzaamheden aan het verrichten zijn. Het kunnen de mensen zijn die het groen verzorgen, die tegen bomen aanrijden. Die zijn allemaal verhaalbaar, omdat wanneer we de veroorzaker niet kennen, we die bij het Waarborgfonds kunnen verhalen. En dit zijn toch wel vrij grote schades wanneer je gaat denken in bedragen. Die lopen echt op. En als ik maar een melding krijg, dan kan ik er iets mee, want dan kan ik het echt verhalen. Maar dat blijft vaak liggen. Dat als tijdens piketdiensten geen melding wordt gedaan van een olieschade na een ongeluk. Ja, helaas, maar dan blijft dat geld letterlijk op straat liggen. We staan nu bij de muntgarage op Muntmeesterhof. En ook met slagbomen zijn er veel problemen wat betreft vernielingen. Er zijn mensen die de slagbomen omhoog drukken of de slagbomen eruit rijden. Maar deze schades of deze herstelkosten, die verhalen we ook weer op de veroorzakers. Want ze staan op camera en zodra er een vernieling is met een slagboom, wordt dat doorgegeven en de kentekens staan geregistreerd. Dus het is makkelijk om het geld terug te halen. Het bijzondere van mijn werk vind ik gewoon, ik vind het een enorme uitdaging om zoveel mogelijk schade die gemaakt is te verhalen op de veroorzakers. Want de gemeente is van ons allemaal en het geld wat ermee gemoeid is om de schade te herstellen, is ook van iedereen.